Vandaag laat ik jullie deze leuke mini SNL's zien. Het is heel makkelijk om zelf na te maken, heel leuk. En de mini's zijn natuurlijk helemaal hot. Dus ja, je kan gewoon niet achterlopen. En het is heel leuk om zelf na te maken en je wordt er zelf vrolijk van. En het is lekker zomers. Nou, dit is wat je nodig hebt. Een geel lakje. Ik heb deze van CAT gebruikt. Dit is Big Yellow Taxi. Die heb ik al echt super lang. Ik heb dit lakje gebruikt, want ik had eigenlijk zilver nodig. Maar dat heb ik dus niet, blijkbaar. En dit lakje heet Grey Hood to Nowhere. En deze is van Catrice. Het is van een limited edition. En dan heb ik dit blauwe lakje gebruikt van Essence. En deze heet Shopping Portobello. Shopping at Portobello. En dit is ook van een limited edition. Ook helaas niet meer verkrijgbaar. En... oh. Dit, ik wou bijna zeggen geel lakje. Dit witte lakje van Essence. Ook een limited edition van de Hub Holland Hub collectie. En deze heet, geen idee hoe deze heet. Hij is gewoon naamloos. In ieder geval, het is echt een heel mooi, wit, goed dekkend, snel drogend lakje. En als laatste heb ik deze zwarte nagellak gebruikt van Safari. En deze heb geen naam of nummer, maar het is gewoon heel simpel zwart. En ik vind hem erg fijn. Wat je nog meer nodig hebt is een dotting tool. En een dun penseeltje. Als je dat niet hebt, kun je ook een saté prikker gebruiken. En een kwastje van je nagellak kun je ook gebruiken. Dus laten we beginnen. Ik begin met mijn nagelslakken met een geel kleurtje. Vervolgens ga ik een soort van French manicure maken. En dat doe ik dan met een blauw lakje en dat lak ik dan over het gele heen. Dat ben ik hier dus nu aan het doen. Oké, dat is best wel lastig, want mijn nagellak is nog niet helemaal droog. Dus je moet echt wachten totdat het droog is. Ik ben eigenlijk een beetje te snel hiermee. Gewoon echt een streep trekken. Dan ziet je nagels er zo uit. Je kan het zo laten, hè? Het is best wel cool. Weet je ook niet? Ik vind het wel cool hoor. Dan gaan we met zwarte nagellak een streep trekken. Als je geen konakplate hebt, hè? Of je bent te lui om het te pakken, zoals ik, dan kan je natuurlijk ook gewoon op een kartonnen doosje een beetje nagellak aanbrengen. Dat doe ik altijd. Dan zien je nagels er dus zo uit. Oké, nu gaan we dus de mini maken. En daarvoor hebben we dus een zilver lakje nodig. Waar is mijn zilver? Oh ja, hier. Ik heb niet echt een zilver lakje. Ja, dat is heel weird. Ik weet het. Want als je mijn nagellakkenstage hebt gezien, dan weet je wel dat ik echt onwijs veel nagellak heb. Maar ik heb gewoon niet echt een mooi zilver lakje. Dus daarom gebruik ik dit mooie Catrice lakje. Dat is een beetje een mat kleurtje. En het heeft wel iets zilvers. Dus ik denk, nou, why not? En dan mag je dus de ogen maken. Dus gewoon een stipje zetten. Het beste kun je dus een dotting tool gebruiken. Als je er eentje hebt tenminste. Maar tegenwoordig moet ik zeggen, vind je dotting tools echt bijna overal. Ik weet nog wel, toen ik net begon met nail art maken,
En ook mijn bloggen, dat was in 2000 en... Kijken, nee, was het nou 2011 denk ik dat ik ben begonnen. En toen had je dus echt nog niet dotting tools en zo in de winkel. Nu heb je het zelfs bij de Primark en zo, dus ja. In principe kun je overal wel dotting tools halen nu. Maar het kan natuurlijk zijn dat het uitverkocht is. Nou zien de nagels er zo uit. Het begint al iets minis te krijgen. ik ga toch het zilver ietsjes groter maken. Het is best wel... ja, we moeten natuurlijk ook nog een wit stipje zetten. Dan worden het minions zonder ogen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik ga ze iets groter maken, de bolletjes. Zo. Zoals je ziet, dat scheelt echt niet heel veel. Het is echt een paar centimeter groter. Een paar millimeter. Ik hoop dat het een beetje duidelijk op beeld is, weet je. Ik heb een nieuwe camera. En mijn statief is niet zo goed. Dus ik moet eigenlijk een nieuwe statief kopen. Maar ik heb nooit zin om naar de winkel te gaan daarvoor. Ik ben soms zo lui. Nee, weet je, ik werk fulltime. En als ik naar de winkel ga, dan is het meer om, ja, shoppen en zo. En dan denk je niet, oh, even naar onze mediamarkt om een statief te kopen. Of tenminste, dat doe ik dan weer niet, weet je. Zo. Nou zien ze er zo uit. Dat vind ik wel iets beter. Oh, deze lijkt echt op een minion. Oh, die is echt vet. Nou gaan we dus de ogen maken. We moeten even nog wachten totdat het zilver droog is. Want anders krijg je zilver slash wit slash iets kleurtje. En dat vind ik nooit zo mooi. Nou, ik hoop dat het een beetje droog is. Ja. Nou ziet het er zo uit. En de laatste stap is om het zwart te gebruiken. Voor de finishing touch. Nee hoor. Maar de minis hebben natuurlijk wel ogen nodig. En daarvoor gebruiken we dus het zwart. Om een stipje te zetten. Ik doe er een heel klein stipje erin. En dat is dan de oog van de mini. Oh, we zitten het al in de beeld volgens mij. Dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Laat me weten wat jullie ervan vonden. Of jullie meer van dit soort leuke nail art willen zien. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Ik zie jullie snel weer. Doeg! Hey, welkom bij een nieuw filmpje bij Nails by Sun. Vandaag.